Plan Kiekendief is een project om de grauwe kiekendief nieuwe kans te geven in Vlaanderen. De bedoeling is dat wij die nesten vinden en beschermen. En om dat allemaal te kunnen verwezenlijken, zijn we dus met heel veel partners samen. Als conventionele landbouwer of akkerbouwer, toch gaat een andere wereld voor je open. En je moet er je ook wel voor openstellen. Want ja, in het begin dacht ik ook, dat is een ras apart. En het is met oorkleppen aan. Maar nu heb ik sommige mensen toch wel anders leren kennen. En anderzijds heb ik nu toch wel het gevoel gekregen van sommigen dat ze ook wel met de landbouw begaan zijn. Een landbouwer wil vooral boeren. Wil zijn inkomen halen uit hetgeen dat hij doet, boeren. De mensen van de natuurvereniging, ja, voor die mensen komt de natuur op de eerste plaats en het boeren op de tweede plaats. En daarvoor ga ik als bedrijfsplanner langs bij de landbouwer om de mogelijkheden die er zijn te bespreken. Een van de maatregelen die de landbouwer kan nemen is een vogelakker aanleggen. Dus dat het voor de kiekendief makkelijker is om muizen te gaan vangen. We creëren heel gericht een soort van gedekte tafel waarop ze af moeten komen. Hè? Want ze vliegen hier wel over, maar of ze hier gaan blijven of niet hangt echt wel daarvan af. De luzerne wordt kortgezet en de muizen komen beschikbaar voor de kiekendief die het echt nodig heeft als voedsel voor zo'n jongen. Hè? Maar sowieso, hier zit wel meer vogels dan vroeger en akkervogels. Alleen die grauwe kiek die ontbreekt. Voor mij was het een goede oplossing, omdat het slechtere grond was. Op deze manier ja, is opbrengst eigenlijk van een ondergeschikte rol. Dus hij krijgt daar een vergoeding voor, standaard, per hectare, per jaar. Op dit moment zijn er nog geen broedgevallen. We dekken de tafel voor de kiekendieven. Maar dat betekent tegelijkertijd ook dat we eigenlijk heel die onderbouw, die kleinere grondbroeders, veldleeuwerikken, gele kwikstaarten, grauwe gorzen, dat we die meenemen in dat verhaal. En dat we, als we nesten vinden van die soorten, dan beschermen we die. Dus dat betekent eigenlijk dat we een perimeter afbakenen, dat de landbouwer van op zijn tractor ziet, oké, dat is een stuk dat ik moet uitsparen. En dan rijdt hij daar eigenlijk langs. Hallo. Ik ben Hanne. Hallo, Thomas. Dus we hebben hier een nestgrauwe gors gevonden, in deze strook. Ja, sommige collega-lammers vinden dan een blok aan hun been en ze zullen in hun eigen misschien wel een keer vloeken. Allee, nu moeten we weer voor en achteruit voor dat stom palken hier. Maar uiteindelijk, ze doen het wel. Allee, ja, ze weten ook van wat project dat is en ze hebben er ook wel aandacht en respect voor. Dus in dat geval is er een heel nauwe samenwerking, maar je moet daar tijd in investeren. Het is niet zomaar van up, rap iets doen. Landbouwers weten het op het vlak van landbouw voeren het beste en het meeste. De natuurmensen, als het op natuur aankomt, moeten we bij hun zijn. En het is door die kennis samen te gooien en open te staan voor elkaar, dat we eigenlijk vooruit kunnen gaan om die grauwe kiekendief terug naar Vlaanderen te krijgen. Als je een grauwe kiekendief denkt te zien, dan word je een beetje zot, hè? Want dan moet je om te beginnen zeker weten dat het waar is. Dus je begint hardop te babbelen over alles wat je ziet. Ah ja, hij heeft die kleuren op zijn veren. En je begint hem helemaal te determineren en er groeit zoiets in je. Je krijgt zo'n sprankeltje hoop en stilaan denk je, ja, het gaat waar zijn. Dit keer gaat het waar zijn. En dat is je doel, dat verenigt u ook allemaal. Dus dat is, ja, dat brengt wel van alles naar boven. Jammer genoeg. Het was dus geen grauwe kiekendief, het was een rode wouw.